De fractie van GroenLinks Amstelveen was afgelopen vrijdag 28 mei zeer actief op de weekmarkt. GroenLinks wilde deze morgen ook aandacht vragen voor het gebrek aan schone lucht in Amstelveen. We staan te wachten op Femke. Ja. Zij komt hier namelijk schone lucht van elders brengen. Want in Amstelveen, vooral dit stuk hier bij de markt, helemaal langs de A9 en langs de Van der Hooplaan, Keizer Karelaan, is het smerigste lucht die we hebben in Amstelveen. Dus wij bieden potjes schone lucht aan voor de mensen. En we zijn bezig dus met een actie voor de toekomst. Wij willen echt schonere lucht in Nederland. Femke Halsema, politiek leider van GroenLinks, arriveerde samen met nummer 6 op de lijst, Liesbeth van Tongeren, om de Amstelveense bevolking te interesseren voor de standpunten van de partij. Heel hartelijk bedankt voor alles. Dank je wel. En veel succes. Oké, dank je wel. Hadi Femke. Dames en heren, een hele goede morgen. Wat fijn dat u allemaal uw marktbezoek heeft onderbroken om eventjes naar deze toekomsttour te komen. Of misschien wel speciaal hier naartoe gekomen bent vandaag op de markt in Amstelveen. Omdat hier de toekomsttour van GroenLinks staat. Met dat Femke hier is. Want volgens mij is Femke met GroenLinks de enige partij die niet alleen een antwoord heeft op de economische crisis die Amstelveen en heel Nederland teistert. Maar vooral ook op de klimaatcrisis. Vandaag voeren wij hier als GroenLinks Amstelveen actie over de A9. De keuze waar we voor staan is: durven wij nu te hervormen? Durven wij van onze economie een duurzame economie te maken? Ze hield een korte speech en hoewel het een bliksembezoek betrof, maakte zij toch ruim tijd voor de kritische vragen van de bewoners van Amstelveen. Goedemorgen, ik wilde iets vragen over de vliegtaks. Want u wilt dat weer in gaan voeren met 30 euro. Maar u voert een campagne in Amstelveen. Duizenden mensen werken op Schiphol, luchtvaartmaatschappijen. En ik hoorde u zeggen dat de passagiers niet zijn uitgeweken naar het buitenland. Dat is helaas wel zo. Ik begrijp dat volledig en er is veel angst rond die vliegtaks. Ik wou vragen of Elisabeth hier even een antwoord op wil geven. Je mag kiezen om te rijden in een grote vervuilende Hummer, maar dan gaat dat ook echt geld kosten. Kies je voor een schoner vervoersmiddel of de trein of het openbaar vervoer, dan wordt het goede gedrag beloond. Voordat zij met de campagnebus vertrok, nam zij nog even de tijd om met de mensen op het Stadshart te praten.